Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het zaterdag. Eigenlijk zou ik gisteren een vlog opnemen, maar toen voelde ik me niet al te lekker. Dus ik dacht, dan doe ik het vandaag wel. Ik heb vandaag heel wat te bespreken. Zo, ik heb zoveel te bespreken. Dat ik het niet allemaal in één opname kan. Dus waarschijnlijk dat ik het over de dag zal verspreiden. Ik weet het niet zeker. Ik weet niet of jullie het de afgelopen dagen hebben gevolgd, maar. Gordon die ligt aardig onder vuur. Omdat hij heeft besloten om niet te trouwen. Zowel Gordon als RTL, als Gordons man Manuel en Rogier hebben het zwaar te verduren gekregen de afgelopen dagen. En Gordon uitte zijn frustraties gisteravond aan tafel bij RTL Late Night. Ik bedoel, ik begrijp dat je teleurgesteld en boos bent. Dat hij niet heeft besloten om te trouwen. Maar je kan liefde niet dwingen. Het was zo van tegen Gordon zei ongeveer zo tegen Rogier ongeveer van lieverd, ik vind je leuk, maar verliefd ben ik niet op je. Maar ondanks dat Gordon dit vervelende nieuws aan Manuel en Rogier heeft gebroken, zijn de drie mannen nog met elkaar bevriend. Iemand op Twitter zei ook al zo van: Nederland is het eerste land dat boos is omdat een homoseksueel niet trouwt. Ja, Gordon vindt het ook heel erg vervelend dat het zo had moeten eindigen. Maar hij kan er ook niet zoveel aan doen. Ik heb van Rogier gehoord dat er heel veel racistische opmerkingen tegen Manuel gericht waren op Rogiers Instagram. En daar was Rogier ook niet echt van gediend. Dat liet hij ook duidelijk weten. Columniste Angela de Jong, die zei ook al over deze heisa, dat ze zich genaaid voelt als kijker en dat dit het faillissement van RTL betekent. Dat is bullshit, dame. Dat jij je genaaid voelt als kijker, betekent niet dat je zulke kritiek op RTL moet uiten. Zij kunnen er niks aan doen dat een Gordon niet heeft besloten om te trouwen. Zoals ik zei, je kan liefde niet dwingen. Angela de Jong, die heeft al eerder kritiek gehad op RTL. In mijn ogen waarschijnlijk ook onterecht. Maar dat is gewoon een kwestie van smaak. De een die is boos omdat Gordon niet is getrouwd, de ander die is teleurgesteld. Maar ik begrijp Gordons keuze volkomen. Als je gewoon niet iets voor een persoon voelt dat je erdoor wilt trouwen, het zij zo.
Dus ik begrijp Gordons keuze volkomen. En net wat Gordon zei gisteravond bij RTL Late Night aan tafel. Nee, Nederland is gewoon een land van zuurpruimen. Zoveel zure bommen in dit land. En daardoor vind ik het soms niet leuk om Nederlander te zijn. Ik bedoel, ik vind het wel leuk om Nederlander te zijn, maar ik ben gewoon niet blij dat er gewoon zoveel zure pikken in Nederland wonen, die zulke hevige kritiek uiten op een man omdat hij heeft besloten om niet te trouwen. Laten we het erop houden. Ik respecteer Gordons keuze. Als jij Gordons keuze niet respecteert, dat is prima. Maar je moet Gordon, Manuel en Rogier niet zo afbranden. Laat die drie mannen met rust. Zij hebben ook gewoon een leven. Donderdag heb ik weer naar Expeditie Robinson gekeken. Het was tijd voor de halve finale. Jullie vragen je vast af, Rhino, welke drie expeditieleden staan er in de finale? Kai, Carlos en Soendos. Jullie vragen je vast af, Rhino, heb je te veel hier heroïne lopen snuiven? Nee, ik verzin dit echt niet. Soendos zit in de finale van Expeditie Robinson 2017. Voor de samensmelting was Soendos echt een bitch. Na de samensmelting is ze een beetje een underdog geworden die niet goed was in de meeste proeven die ze speelde. Maar deze halve finale proef lukt haar gewoon. Ja. En op Twitter waren ze echt hartstikke verbaasd. Want net zoals wij bij mij hier thuis. Om eerlijk te zijn, televisie kijken Nederland was gewoon verbaasd. Maar het is echt waar. Soendos staat in de finale van Expeditie Robinson 2017. Zoals ze ook al zeiden bij Eiland Praat. Ik geloof dat ze daar zeiden, in ieder geval. Bij Robinson kun je het onverwachte verwachten. Of niet, Steve? Inderdaad, Mr. Rhino. Verwacht het onverwachte bij je expeditie, Robinson. Lijkt me duidelijk. Verder heb ik nog wat minder leuk nieuws te vertellen. Nieuws uit Amerika. Een paar dagen geleden hebben ze in Amerika gestemd over het schrappen van net neutrality. En met drie mensen voor en twee mensen tegen. Hebben ze net neutrality geschrapt. Aardig wat Amerikaanse staten gaan nu de FCC aanklagen vanwege het schrappen van net neutrality. Zoals ik al in een eerdere vlog heb gezegd, als het in Amerika gebeurt, dan kan het in de rest van de wereld ook gebeuren. Maar dat is nog maar eventjes afwachten.
Zoals ik al heb gezegd, ik heb niet al te veel zin om te betalen voor mijn dagelijkse internetbezigheden. Daar heb ik echt niet zoveel zin in. Ajit Pai, degene die hier om heeft gevraagd, was echt een asshole. Hij is gewoon een asshole. Zo'n 80, 90% van de Amerikanen wilde net Nutrella die behouden. Maar Ajit Pai die gaf die mensen gewoon de middelvingersaluut en zei: we gaan er gewoon mee door. En nu zijn er de Trump supporters, wat dan ook. Die zeggen zo van: oh, maar Ajit Pai werd door Obama benoemd. Weet je wat? Dat is een nutteloos argument. Dat is alsof je. Ja. Ik ga een beetje te ver hierin door. Dus laten we er maar over ophouden. Als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, ik ga zo meteen lekker naar bed toe, dus ik sluit de vlog hierbij af. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog en abonneer gelijk op mijn kanaal. Hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van nieuwtjes die ik daar post. En volg me op Instagram. Op Instagram heet ik Alex Neushoorn. Dan blijf je op de hoogte van eventuele artistieke foto's die ik daar plaats. Ik hoop jullie weer te zien bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd: later!